Helaas gaan de havendagen dit jaar niet door. Wat is daarvan de reden? Ja, helaas moeten de boten vanaf dit jaar geld betalen voor het liggen in de haven. En vooral het varend erfgoed heeft daar nogal problemen mee. In het begin was het zo, dan konden we ze een hele week gratis lichtgeld bieden. En dat kwam ook vanuit de gemeente uit. En vanaf vorig jaar is het lichtgeld een belastingverordening geworden. En vorig jaar was een uitzondering. En mochten ze nog wel gratis liggen tijdens de havendagen. Maar dit jaar is het helemaal voorbij en zouden ze lichtgeld moeten gaan betalen. En over hoeveel geld praten we dan? Een euro per meter per nacht. Nou, en voor een mooie grote boot van 15 à 20 meter, ja, dan kan dat best in de papieren lopen. Daar komt nog toeristenbelasting bij. En was dat niet te overleggen geweest met de gemeente? Nou, we zijn inmiddels met de gemeente in overleg. Maar dat, een overleg met de gemeente is een langer traject. En we hebben hele goede gesprekken gevoerd. Alleen jammer dat het pas vorige week rond was. Volgend jaar gaan we zeker door. Net zoals ik net al zei, we hebben met de gemeente ontzettend goede afspraken gemaakt. Alleen het is nu een beetje kort dag om die boten hier nog naartoe te krijgen. Normaal beginnen we in oktober, november, beginnen we al met de schippers uit te nodigen en contact met de schippers te leggen. Want die plannen een hele route van een aantal maanden. En daar hoort Almelo dan ook bij. Ja, en daar zijn we nou gewoon te laat mee.